COVID-19 heeft dit jaar helaas al veel roet in het eten gegooid. Maar wij laten ons niet zomaar uit het veld slaan. Als het publiek niet naar ons mag komen, brengen wij de muziek wel naar het publiek. Op 20, 21 en 22 november geven alle orkesten van Volharding Steenbergen een uniek concert. Om naar dit speciale moment toe te leven, blikken we in enkele afleveringen, samen met de orkestleden, terug op hun mooiste momenten van de afgelopen jaren. Vandaag blikken we samen met Yvonne en Wim terug naar historische momenten van het Klein Orkest. Wat heeft hen doen besluiten om een instrument te gaan bespelen? En hoe kijken zij aan tegen het concert komende maand? Ik ben Yvonne van Oosterbos en ik speel bij het Klein Orkest, bij Volharding. Ik ben gaan spelen na mijn pensioen. En ik ben met mijn 63,5 met pensioen en intussen ben ik 66,5. Dus dan kunnen jullie wel uitrekenen hoe lang dat ik al bezig ben met muziek. En ik ben direct na mijn pensioen met lessen begonnen bij Bianca Jonkers voor de dwarsfluit. Mijn naam is Wim Visser. Ik maak muziek vanaf mijn 52ste. En inmiddels ben ik bijna 70 jaar. Ik ben met muziek maken begonnen dankzij de jaarconcerten van Volharding. Elke keer zat ik daar, kreeg ik kippenvel en dacht ik, goh, dat zou ik ook wel willen. Maar goed, dan zijn er in het gezin allerlei omstandigheden waarom je het dan niet doet. En toen ik dan 52 was, toen dacht ik, ja, mooi opschieten, want als je het nou niet doet, dan komt het er gewoon niet meer van. Dan word je echt te oud. En nou, daar is wel gebleken, want het is niet makkelijk als je op die leeftijd begint. En de een lukt het makkelijker dan de andere. Maar ja, ik ben er toen al begonnen. En eerst op les en daarna hadden we het Klein Orkest, waar we toen met een man of 12 in zaten. Volwassen leerlingenorkest werd het ook wel genoemd. En daar ben ik steeds verder vooruit gegaan. En op een moment ook nog een tijdje in het grote orkest gezeten. Maar dat kostte me zoveel energie. Dus ik ben lekker bij het kleine orkest gebleven. Thank you.
ben bij het Kleinorkest terechtgekomen doordat Bianca me daarop attendeerde. Ik speel eigenlijk, ben ik begonnen bij Cecilia in Halsteren, Cecilia Eensgezindheid. En daar kreeg ik de kans om les te gaan nemen, dwarsfluit te gaan spelen. En toen ik mijn A-examen had gedaan, toen kwam ik bij Bianca weer verder op les, want ik mocht doorgaan voor mijn B. Ik zei, ja, maar ik zou eigenlijk nog wel iets meer willen dan alleen maar bij Sint-Cecilia. Ik wil meer muziek maken. En toen zei Bianca tegen me van, nou, waarom ga je niet bij het Kleine Orkest van Volharding? Nou, en dan ben ik in januari 2018, denk ik, 2018, op een avond naartoe gegaan. En was ik er die avond en ik was er een uurtje en ik denk, ja, dit is de club waar ik bij wil horen. Dus dat is mijn ervaring bij het Kleine Orkest en het bleek ook zo te zijn zoals ik het gehoopt had, zoals ik het verwacht had. Gewoon lekker relaxed met mensen die gewoon graag samen muziek maken. Ja, dat zijn toch de repetities. Gewoon, qua sfeer, gezellig, geintje. En in eerste instantie hadden we geen pauze en dan misten we echt iets aan. Want het was het kroonwiel inrennen, een uur muziek maken en het kroonwiel uitrennen. En toen zijn we ertoe overgegaan om een pauze te creëren van 15 à 20 minuten. En dan heb je ook wat leuke contacten met elkaar. En dan wordt het echt een vriendenclub.
Ik heb één keer het jaarconcert mee mogen maken. En ja, dat was erg leuk. In stijl ook helemaal. We waren allemaal in gala. En ja, dat is een hele leuke belevenis geweest. Maar ik heb daarvoor natuurlijk ook het jubileumweekend meegemaakt. Dat alle geledingen ook het hele weekend speelden. En dat er ook gasten waren. En dat was ook een verschrikkelijk leuk weekend. Dus ik viel met mijn neus in de boter toen bij Volharding kwam. Ja, Smoke on the Water, daar spelen we al heel lang, dus dat gaat steeds vlotter. En ja, wat daar nou het speciale aan is, waarom ik het zo graag speel, dat kan ik eigenlijk niet zeggen, maar het speelt gewoon heel lekker. Thank you.
stuk Blues Brothers is ja, een vrolijk, een leuk stuk met verschillende stukken erin die een andere sfeer hebben. En ja, een leuk stuk muziek wat we ten gehore brachten. En ja, als ik dan met het orkest speel, dan merk ik verder niks van publiek of zo. Dus qua uitvoering is het voor mij niet anders dan dat we samen spelen, samen repeteren. Maar achteraf is het dan natuurlijk wel heel leuk als er applaus volgt. En ja, als er mensen komen en die het waarderen. Maar het is vooral het samenspelen, het samen muziek maken wat ik erg leuk vind. Of dat het nou concert is of repetitie, maakt voor mij niet uit. Ja, in plaats van het jaarconcert willen we toch, ondanks corona, willen we toch wel iets gaan doen. Ja, wat ik al zei, zo'n jaarconcert is toch een beetje hoogtepunt, daar werk je naartoe. Pak je wel eens nieuwe nummers. Sommige nummers, daar stop je dan ook weer gauw mee. Want die komen voor een jaarconcert dan weer niet over. Maar ja, we willen de mensen toch laten genieten zoals elk jaar. En vandaar dat we nu, ondanks corona, toch een jaarconcert in aangepaste vorm gaan creëren.
het een geweldig leuk idee, dat klank op de bank. Echt een heel goed, origineel, creatief idee. En ik denk dat het heel leuk wordt, maar het zal wel een andere sfeer zijn dan dat het in werkelijkheid uitgevoerd wordt. Maar het idee van een pretpakket erbij om dat aan de mensen aan de man te brengen en dat dat ten goede komt van de club is natuurlijk een goed idee. Maar ook dat er thuis mensen meekijken en dat jouw gezin of jouw familie thuis ook alles mee kunnen krijgen. En ik hoop dat we het daarna zelf ook weer terug kunnen zien. Daar ben ik heel benieuwd naar. Ik was gisteravond op de jaarvergadering, dan de digitale jaarvergadering. En ja, dan is dat toch wel iets heel anders om dat mee te maken dan dat het live gaat. En zeker voor de mensen die ervoor zitten, die verhalen moeten vertellen of die dingen moeten toelichten, dan is dat ook wel een heel ander idee. Ik ben benieuwd hoe het is met het concert, dus ik zou het zelf ook wel heel graag willen zien tegen die tijd. Dus dat we terug kunnen kijken. Het is altijd een hele kleine, hechte werkgroep die dit soort dingen oppakt.
En de anderen, althans veel van de anderen, die komen muziek maken. En die zijn niet echt betrokken bij die voorbereiding. Bedankt voor het kijken naar deze eerste aflevering van Volharding Blikt Terug. Graag zien we jullie volgende week terug voor de tweede aflevering. En oh ja, we hebben jullie met veel plezier deze terugblik gegeven. Kopen jullie nu voor het komende concert ook een blik terug? Ze zijn te koop bij Albert Heijn Achterberg en Primera de Gilles. Kijk, luister en geniet voor nog meer volharding. Gewoon lekker thuis, op de bank.